Je trekt alle vocht uit mijn bek weg. Oh, oh kak! Ik oh. Ben donbruin, of niet? Ah, oh, daar ben ik allergisch voor. Ik ben ambassadeur van kat, dus ik mag geen kak eten. Het is gewoon kak. Beginnen jullie video's nooit met yo guys, what's up, welcome to the Mackers of zo? Deze is het intro, dankjewel. Vandaag gaan jullie smikkel of kot spelen. Nee. Ik heb net gegeten. What the fuck is smikkel of kots? Dat ga ik nu uitleggen. Elke ronde krijgen jullie een gerecht voor je. En maar één van jullie kan het gerecht claimen. Wanneer je het gerecht hebt geclaimd, moet je deze eten. En heb je jezelf veilig gespeeld voor de volgende ronde. We hebben net geleund. Ik ga het niet eten. Kies verstandig, want het laatste gerecht kan heel lekker zijn, maar het kan ook heel vies zijn. Is er iets met olijf? Wil je de olijven voor het laatst houden? Dankjewel, productie. Zit er een AVG'tje tussen? Ja. Pascal is de productie trouwens. En hij ja, maar dit is toch. Ja, ik doe zo mee, want ik heb het niet. Moeten die teringknop. Nee, nee, je wacht nog even. We moeten die teringknop indrukken om het te claimen. Maar Egbert heeft echt de meest kutte positie aller tijden. Maar en waarom? Zet die knop daar. Waarom hier gewoon hier? Omdat het dan gewoon wat meer. Dan moeten we wat meer bewegen en moeite doen voordat we bij die knop komen. Als we hier de knop hebben staan, dan is het gewoon heel makkelijk zo. Maar nu hebben we dit. Ja, maar dan is het toch gewoon heerlijk voor de persoon die binnenin zit. Het eerste gerecht. Ik heb bijvoorbeeld iemand aan het vals spelen is. Ik heb ook gewoon zijn stoel weggehaald. Dat wil ik niet eten. Dat is babyfood. Ja, dat wil ik ook niet eten. Ja, maar dit is gewoon, dit smaakt nergens naar, de textuur is gewoon een beetje. Ik neem maar eentje voor het team dan. Yo, Link. Hij gaat barven. Hebben we een emmer? Hebben we een emmer? Wat een man! Ik dacht dat we eerst moeten weten. Ik had het niet open gedaan, nu op 5 minuten. Ja, okay. Ja, dit is gewoon. Pesto, gewoon een beetje pesto achter. Waar is Duncan als je hem nodig hebt? Hij heeft het gewoon helemaal ingegeten. Dat is best te doen. Gewoon een beetje pesto, hij ruikt dus wel een beetje sterk. Hij ruikt ook een beetje sterk. Oh nee, er zit ook wat in. Haal het zwarte eruit, dat is goor. Nee, dat hoort erin. Je hebt het in jezelf te eten. Out of context, Joost. Ik begin een beetje te watertanden van dit. Jammer. Ja, is wel met je gezicht. Dan durf ik niet eten. Nou, dan gaan we. Bon appetit. Nou, was te doen. Woe! Maar waar smaakt het naar? Tomatensoep die koud is geworden. Iemand anders die het wil proberen? Nee. Nee, dat is niet hoe het spel werkt. Volgende! Je mag ook nee, proberen. Nee, nee, nee. Dan had je maar op de knop moeten drukken als je een lekker appje wilt. Deze is voor jou. Dit is voor mij, dit is gewoon mijn huis. Ik vind dat jij te dicht bij die knop zit. Hè? Ga eens naar voren. Ik ga hem beter, ik moet even wat pakken. Pak hem bij zijn oor. Ik moet even wat pakken verderop. Yo. Nog even. Nee, hier is niks aan. Broer, merk je hier niks geks aan? Allemaal. Zat er een beetje sperma in? Gadverdamme. Nee. Kunnen we nou naar het volgende gerecht? Soja, is nog een soja en zeewier. Oh, dat was de groene. Ben je daar allergisch voor? Is dat de prank van deze video dat we jou naar het ziekenhuis moeten brengen? Wat zeg je tegen mij? Wat zit jij apart? Ik ben gewoon wat er zit hoe ik zit. We gaven er even wat meer normaal. Ja, nee, maar dat komt omdat jij die hoerenknop daar hebt gezet. Ja. Ja, maar wat is dit? Appeltaartje. Jij mag die niet klee. Druk op die knop, Egbert! Wat is dat? Dat is een plant! Nee. Ah, dat is geen plant, dat is chocolademousse. Nee, dit is sowieso munt. Nee, dat is munt, maar in chocolademousse. Is dit moe, chocolademousse? Nee, maar happy. De aarde moet je niet eten, hè? Ja, eet de aarde. Eet de aarde ook eten. Plastic ook. Dit is of een chocolaatje, of het gaat heel goor zijn. Teringmousse. Dit is gewoon uit de tuin gehaald. Dit is munt. Teringmousse. Lekker jam jam. Wat doe je in de thee, zeg maar? Jam jam je munt. Gewoon een beetje potgrond. Of is dat van het chocoladepoeder waar je dingen mee maakt? Nesquik. Ja. Ja, dag! Ja, ik wou net zeggen. Ik heb ook een koers. Het is gewoon potgrond. Ja, maar is het Nesquik poeder? Dit trekt alle vocht uit mijn bek weg. What the fuck? Doe de cinnamon challenge. Doe een groot mogelijke hap. Nou nee, hoest en op. Curse of Faro. Slik eens door. Man zit gewoon potgrond te eten. Gadverdamme. Nou, dat kan ook dat één. Ja, het zit overal. Met donbruin, of niet? Lekker. Dankjewel, Pascal. Dat was erg lekker. Ik heb het niet gemaakt. Zonne is even het gemaakt. Je moet echt even stoppen met schreeuwen. Ik wil het water pakken, of niet? Nee. Zometeen mag die claimen. Fancy. Ik pak wel water, hoor. Het is Oreo. Wat? Alleen maar Oreo-koekjes. Oh, je hebt ze gewoon. Je hebt de Oreo-koekjes zijn geperforeerd. Ja. Het zijn gewoon Oreo-koekjes, Egbert. Gewoon lekker. Wij zijn veilig, let's go! Oh, ik hoop dat je kak krijgen. Ik heb echt zin om kak te eten. Bro, ik heb echt zin om. Ik heb echt zin in. Jij drukt op die knopje al zo meteen als die door gaat. Oh, kak! Ik had op de kak gegeven. Explosie. Overal.
Splet. Ja, yo, gast, je vindt het over mijn broek eten. Bro! Dat is gewoon een Oreo, man. Dat kan je gewoon eten. Een uitgespuurde Oreo. Neem een hapje, Oh. Een volgende hapje. Yo. Nee, Don, nee, we gaan niet campen. Oké, nou, maar ik zit er sowieso op een kut. Ik ga mijn kat tegen, ik ga hem tegen. Oh, nee! Lekker run. Dat? Oh, dat is kattenvoer. Oh. Dat ben ik blij dat ik veilig zit en dat ik safe zit. Jammer, ik wilde net een hapje nemen. Maar dit is, ik mag dit niet. Verneukeratief, want je moet claimen. Het is even, het is even met ruik. Joke. Nee, kut! Voor mij heeft het wat anders Nee, het is gewoon iets anders in die verpakking. Het ruikt heel erg bekend. Wacht eens, het ruikt ook echt best lekker. Het is gewoon een pateetje of zo. Dit is pulled pork voor de barbecue, baby. Let's go! We gaan een goede hap nemen. Gewoon lekker. Ben je dat jezelf wijs aan het maken? Nee, dat is daadwerkelijk pulled pork. Dit is coping mechanisme. Ja, ik wil heel veel coping. Ik ruik het zelfs. Lekker, ik ben mijn kattenvoer aan. Ik hoop wel dat je dat kattenpoerblikje goed hebt schoongemaakt. Oké, okay, mooi. Wil je iemand anders gaan proeven? Voordat jullie ze mee wel leeg eten. Pascal, jij gaat niet. Nee, Pascal gaat niet alles eten. Hij moet zo meteen nog iets anders claimen. Dit telt niet, hè? Dit telt niet. Je mag nu proeven, maar dit telt niet voor als, als de, van de knop. Oh, lekker. Dit telt dus niet. Godverdomme. Het is wel lekker, maar de textuur is gewoon. Ja, maar omdat het warm is. Beter. Maar het idee dat het in een kattenvoerblikje zit, is gewoon... Puk met je hoofd. Goor. De ene laatste. We hebben nog herkenning. Ik hoop dat het echt stront is. Zou ik echt lachen. Ik heb echt zin in kak. Jij bent zoveel beter! Sowieso dat het huzarensalade is. Dit is sowieso huzarensalade. Nee. Je moet wel een... Goeie hap, nee. Een goede hap. Hij is gevuld. Hier zit die kattenvoer in. Het is hier zit sowieso de kattenvoer in. Don eet gewoon. Mag je hem openbreken? Maar het ruikt niet vreemd. Wat ruikt er nou dan? Gewoon een hap. Neem gewoon een hap. Mayonaise. Moet ik iets vreemds proeven? Heb je goede hap gehad? Oh, dat is een beste hap toch? Nou, goede hap. Ik, zal nog een hap nemen als je niks vreemds proeft. Ik vind het een prima hap. Hij komt een beetje uit de onderkant ook. Ja, in het midden heb misschien wat saus. Dat is gevuld. Nou, dat is mayonaise. Romig. Gadverdamme. Ja, je hebt de onderkant eruit gehaald. Ik zat al aan de onderkant echt van, hè? Witte room. Maar ik dacht, nou, dat hoort erbij. Met mayonaise. Sperma, man. Doe even voor de content even nog een gadver of zo. Dit is gewoon... Gadverdamme. Ja, dit is nice, dit is nice. Gadverdamme. Dit was het. Jop, dat is mayonaise. Ah. Volgende. Ja. Kak. Wat denk je wat je krijgt? Iets lekkers? Weet jij het al? Nee, ik heb geen idee wat ik krijg, want zij heeft het allemaal voorbereid zonder mij. Ah, jij mag ben je klaar voor? Mag ik het niet doen? Het is mijn fucking Nee. Kak! Het is kak! Het is echt kak! Let's go! Druk op de knop, Ik word gewoon misselijk van dat ik dit zie. Druk op de knop, snel! Nee, maar ik hoef het niet eens... Druk op de knop! Nee, het is niet kak. Het zit wel in de lijn. Nee, maar even ruiken, hij ruikt heel raar. Ik ruik het al. Het is gewoon echt smakelijk, hè? Hey, geniet ervan, man. Je moet even op de knop drukken. Ja, je moet even op de knop klikken. Je moet hem wel even claimen. Je moet even echt claimen. Lijken alsof je het echt heel graag wil. Ben je met een lepel of ga je maar... Nee, uit het vuistje. Even een rolletje uit het vuistje. Ik ben gewoon oprecht, zeg maar, omdat het ik denk niet dat het kak is, maar het lijkt. Alsof het... Gewoon, het zit in een fucking luier. Alsof je kak gevoerd krijgt. Ja, maar ik denk word niet dat het kak is. Zelf uitgerold. Ja. Sanne, die is gewoon net zo. Ja. Wat was je dieet, ja, wat had je hiervoor gegeten? Nou, pak gewoon die luier vast. Pak gewoon die luier. Je gaat er helemaal met een lepeltje geen kak zitten eten. Ja, ik wil wel weten wat Sanne heeft gegeten voordat ze dit heeft gemaakt. Een burrito. Met dit bonen? Is de burrito nog. Hij is zo hard. Hij is ook gewoon hard. Oh, ja. Ja, hij heeft al een tijdje in mijn auto gelegen. Je moet wel een goede hand nemen, vind ik. Ja, je gaat met een lullig lepeltje. Pak hem gewoon zo vast en die luier zo lekker in je gezicht. Ik zo. Laat zien aan de jongens wat je op je... Ah, dat is een prima lepel. Mooi kak. Hop, daar komt het vliegtuigje. Ik kan hier zo slecht tegen. Oeh, hop je voor Bosco. Maar zet ik gewoon pindasaus. Even blazen voor het eten. Oh, lekker. Ja, het was dus echt wel kak. Karamel of zo, weet ik dit. Dus poep. Pindasaus. Gewoon een marsreep of zo. Uit mijn karamel. En chocola. Wil je met anders ook nog proberen van mijn kak? Gadverdamme. Jezus. Ik word echt zo misselijk. Gadverdamme. Het is oprecht nog een prima, nee, sorry, prima drol. Ik ben ambassadeur van KitKat, dus ik mag dat niet eten. Ik ben ambassadeur van KitKat, dus ik mag geen kak eten. Oh, je zei zo'n klaartje, mag ik niet, sorry. Ik weet het niet. Moet ik hij is lekker, hij is echt wel lekker. Even vroeger. Goed gevormd. Is gewoon kak.
Ik vind het ook knap dat jullie je zo goed hebben kunnen houden. Het is gewoon scheid. Het is chocola. En wat? Dolce Leche. Ja, zinnen mocht ik dus niet van mijn contact eten. Nee, en hazelnootjes. Oh, daar ben ik allergisch voor. In elkaar gerold en in de luier. Is er meer? Nee. Oh, abonneer. Ik ga overgeven.